De ene dag zit je als kind nog zorgeloos te spelen in de speeltuin. De andere dag zijn er in één klap opeens geen speeltoestellen meer. Dat is op 31 plekken in de gemeente Alphen aan de Rijn het geval. Vanwege veiligheidsredenen, zegt wethouder Gert-Jan Schotanus. Inwoners van Hazeswoude-Rijndijk zitten vol boosheid en onbegrip. Nou, dit is nu het uitzicht. Eén grote zwarte grondvlakte. En weg zijn alle speeltoestellen voor de kinderen. Heel erg jammer dit. Ik werd gebeld door de buurvrouw. Kijk eens uit je raam wat er aan de hand is. En het stond hier vol met kranen en auto's en werkmannen. En de hele speeltuin is in een paar uur leeggehaald, zoals je ziet. Geen tegel meer over, niks. Ja, hoe voelen jullie erover? Nou, best wel boos, ja. Daar stond een basket. Verderop in het tweede gedeelte van de speeltuin stond een klimrek, een wipkip, rekstokken, een wip en een driedubbele wipkip. Daar hadden we rubbertegels met een klimrek, een dubbele schommel en daar nog een klimrek. En dat is nu allemaal weg. We hoorden een hoop kabaal en we zagen dat de complete speeltuin verwijderd werd. En wat dachten jullie toen? Nou ja, de kinderen begonnen wel een beetje te huilen en ja, ik ben gewoon verbaasd. Wat gebeurt hier? Waarom gebeurt dit? Het gaat om veiligheidsaspecten, dat er risico's zijn of voor het gebruik van het speeltoestel of speeltoestellen of de ondergrond. Bijvoorbeeld als we kijken naar de rubber tegels, et cetera, die hebben heel veel te lijden met het weer. Die zijn gevoelig voor weersinvloeden. Afgelopen zomer hebben we een vrij warme zomer gehad. En we hebben gezien dat door krimp en uitzetting daar heel veel schades ontstaan zijn. Aangezien dan de val minder gebroken wordt dan aanvankelijk de bedoeling is, kunnen wij als gemeente aansprakelijk gesteld worden. En daarom hebben we nu besloten om op een aantal plekken in te grijpen. Ja, tuurlijk snap ik dat wel. Alleen we hebben de afgelopen 6 jaar niemand hier gezien. En er is ook niks gebeurd aan de speeltuin. En dan ineens gaat de hele speeltuin weg, zonder enig overleg. Geen brief, helemaal niks heb ik gehad. Wat vind je daarvan? Ja, ik ben boos. ik snap dat niet. Ik bedoel, een briefje had op zijn minst gekund. We hopen dat er in ieder geval iets van tegels terugkomen, waardoor het iets wat leefbaarder wordt hier buiten. Want dit is ook geen gezicht, vind ik. Denk je dat hier ooit nog speeltoestellen komen te staan? Ik hoop het wel, maar ik ben bang van niet. Dat zou ik heel jammer vinden, dat wel. Ja. Of ze allemaal speelklaar worden, dat weet ik nu op dit moment nog niet. We zijn nu met het nieuwe beleid aan het voorbereiden. Dat wil ik echt zo snel mogelijk in de gemeenteraad hebben van januari 2020. Ik hoop ook oprecht dat dat gaat lukken. En aan het eind van het eerste kwartaal in 2020 wil ik een uitvoeringsplan hebben. Zodat we ook snel door kunnen pakken dat we in ieder geval een rustige en een speelbare zomer ingaan.